Ja, vrienden, en dan is het eindelijk zover, hè? Ja, nu staan we dan op de tweede plaats. Ja, met de meeste coronabesmettingen. Ja, per 100.000. En Nederlanders maar denken, al die tijd, ja, maar we doen het zo goed en we zijn zo geweldig bezig en wij doen het anders en we kijken naar die andere landen en die zijn allemaal knettergek en Italië en Spanje en noem het in Duitsland en noem het allemaal maar op. En nu zijn wij bijna de allerslechtste. Ja, dat hebben we nu bereikt. Ja, en in het buitenland snappen ze daar helemaal niks van. Nee. Want er is een Belgische hoogleraar, mevrouw Klaas, en die heeft met verbazing zitten kijken naar bijvoorbeeld zo'n hele discussie over die mondkapjes. Niets van begrepen. Waarom niet gewoon opgelegd, zegt ze. Gewoon zo'n regel. Zoals door rood rijden en niet door rood rijden. Dat leg je ook gewoon op. Dat hadden jullie gewoon moeten doen. Maar jullie in Nederland gaan zitten wauwelen. Jullie in Nederland gaan met z'n allen in discussie. En hup, en dan krijg je dit. Ja. Onduidelijkheid. Er zijn twee dingen helemaal misgegaan de afgelopen tijd. Ja, dat is één, het kabinet, volkomen onduidelijk en geen goede richtlijnen gegeven. En twee, het gedrag van de Nederlanders. Ja, daar heb ik dus constant als strandwacht heb ik daarop gewezen. Ik heb de hele tijd lopen roepen, maar in een woestijn dus heb ik lopen roepen. Want het was allemaal voor dovenmans oren. Het heeft geen moer geholpen, want nu zijn we waar we zijn, in een grote crisis. Ja. Want je hoort het van iedereen, ziekenhuizen lopen vol, mensen hebben het over heel erg zorgelijk tot zeer ernstige situaties. En per dag loopt het maar met duizenden en duizenden besmettingen loopt het op. En dat komt door ons gedrag, want je hebt de hele tijd op de televisie gehoord. Iedere expert zei het keer op keer, we moeten ons gedrag aanpassen. Maar dat hebben we niet gedaan. Heel veel Nederlanders hebben dat niet gedaan. En hoe komt dat? Omdat Nederlanders zich dat niet laten vertellen. Nederlanders willen niet luisteren naar maatregelen. Dat is waar het op neerkomt. Want die Belgische mevrouw, die hoogleraar, die vraagt zich ook af. Begrijpen jullie het dan helemaal niet? Of nemen jullie die maatregelen niet serieus? Of willen jullie het gewoon helemaal niet snappen? Dat zegt zo'n mevrouw uit België, die begrijpt daar gewoon niks van. Want Nederlanders weten het altijd beter, zegt zij. Ja, en dat is ook zo. Wij weten het ook altijd zogenaamd beter dan de rest van de wereld. En het gevolg daarvan is dat we nu op de blaren moeten zitten. Want nu komt er een periode aan dat het heel ongezellig gaat worden. Want waar is het wachten op? Het wachten is gewoon op maatregelen. Daar gaat het om. Want die Nederlander die kan dus kennelijk niet zijn eigen verantwoording nemen. Want daar heeft het kabinet steeds op gegokt. Ah, die Nederlander die kan dat zelf wel. Nee, die neemt zelf zijn verantwoording en die gaat zich wel keurig gedragen. Nou, nee dus. Nee. Dus wat moeten we nu doen? We moeten als een speer maatregelen hebben. En waar is dat kabinet nu dan? Waar blijven ze nu dan? Ik hoor niks. Ik hoor geen maatregelen. Nederland staat qua corona in de fik. En ja, maar ze doen niks. Wat gaat het kabinet nu doen? Die gaan nog eens even rustig morgen en zondag en maandag. En dan komen ze dinsdag eens een keertje misschien met maatregelen. 4 dagen weggegooid. Nee, nu met die maatregelen. Nu. En wel vandaag nog eigenlijk. Ja. En wees niet bang voor Nederlanders die eventueel niet naar je luisteren. Of omdat er verkiezingen aankomen. Hé, kabinet, toon nou eens een keer ballen.